Vandaag twee youngtimers naast elkaar. Allebei auto's die 15 jaar oud zijn. Alhoewel de Mercedes-Benz die moet nog 15 worden. Die verscheen in 2001 als stationcar. De gewone C-klasse al in 2000. De V70 van deze lichting die kwam in het najaar van 2000. Dus die is al 15. En waarom is deze auto, of zijn allebei deze auto's interessant? Nou, met name voor de mensen die wat fiscaal vriendelijk zakelijk willen rijden. Want de bijtelling gaat in beide gevallen over de economische waarde van de auto's. 35% weliswaar, maar dat is toch een stuk minder dan wanneer je met een nieuwe auto rijdt. Terwijl ze wel alle comfort en veiligheid bieden die veel moderne auto's ook hebben. Airbags, ESP, het zit er allemaal op. Ook gewoon goed rijcomfort. Nou, welke van deze twee dan eigenlijk de beste keuze is, dat gaan we eens even bekijken. In deze C-klasse ligt dus een 2 liter motor met een compressor. Dat was eigenlijk best wel apart. Mercedes-Benz had toen wel veel compressormotoren. Dus niet met turbo's, maar gewoon met een mechanische compressor. Dat maakt hem natuurlijk gewoon heel lekker om mee te rijden. Behoorlijk wat koppel al onderin. Dankzij die mechanisch aangedreven compressor. Want die doet natuurlijk altijd mee, terwijl een turbo even op gang moet komen. Dus je hebt gewoon lekker veel trekkracht. En wat ook wel apart is voor deze auto, in die tijd tenminste, is een 6 versnellingsbak. En nu is dat heel gewoon, maar in 2000, 2001 was dat natuurlijk nog redelijk bijzonder. Ja, en hoe rijdt dan zo'n C-klasse van deze generatie, de W203, dit is dan de station, die heet dan S203. Ja, het is gewoon een hele kloeke, stevige auto. Hij voelt gewoon lekker stijf aan, de wielophanging, de rammelt gewoon niks. Hij stuurt ook wel redelijk precies. Eigenlijk pas na de facelift kregen ze een nog iets directere besturing en een directere schakeling. En dat merk je bij deze auto, dat hier nog wel dat typische beetje, ja, zompige Mercedes-Benz gevoel heeft. Wel gewoon heel mooi rustig op het stuur. Dus als je rechtuit rijdt, is je gewoon heerlijk stabiel. Schakelen ook een beetje rubberachtig. Voelt niet echt mooi direct en precies aan. Synchronisatie is wel perfect, want die bak schakelt gewoon heel goed. Maar het gevoel dat je hebt, is het nihil. Terwijl toch de versnellingsbalk ook vrij dicht op de bak staat in dit geval. Ja, wat wel knap is voor met deze auto, dat je daarvoor eigenlijk ook al bij de C-klasse en ook wel bij de 190, is dat Mercedes-Benz toch die auto's wel, ja, een gevoel weet te geven dat ze wat groter zijn dan die in werkelijkheid is. Het voelt gewoon aan als een hele degelijke, solide auto. Dat merk je ook in de hele aandrijflijn. Die past gewoon wel goed bij deze auto, met deze motor in ieder geval. Er zijn natuurlijk veel meer motoren beschikbaar. Maar op zich, deze 200 compressor is wel een mooie middenmoot eigenlijk. De rij-eigenschappen zelf, ja, je zou zo'n auto natuurlijk al snel gaan vergelijken. Eerder nog misschien met een Audi A4 of een BMW 3-serie, de E46. Nou, allebei die auto's weet hij echt heel goed bij te houden. Nogmaals, het voelt gewoon wat degelijker aan. En de wegligging is ook gewoon echt heel goed. Ook bochtenwerk doet hij makkelijk. Dus ja, wat mij betreft wel een geslaagd concept, deze C-klasse. Kom je nou vanuit die Mercedes en je stapt in deze auto, is het toch wel even een heel andere belevingswereld. Vooral als je gaat rijden. Als je zo'n Volvo koopt, heb je sowieso altijd een 5-cilinder motor. Ze hebben allemaal een 5-cilinder. Hier zit dan eigenlijk de zwakste variant in. 2.4 met 140 pk. Nou, en je mist inderdaad onderin toch wel wat trekkracht, hoor. Ja, hij heeft 7 toeren nodig om op gang te komen, maar als je gewoon rijdt, is het wel een mooi rustig lopende motor. En als hij op toeren komt, ja, dan geeft hij wel een mooi geluid, hoor, zo'n 5-pitter. Dat is wel iets waar heel veel Volvo-liefhebbers natuurlijk op verliefd zijn geraakt. En waar ze tegenwoordig in worden teleurgesteld. Want ja, het is bijna allemaal 4-cilinder wat nu de klok slaat bij Volvo. Maar dus niet bij deze generatie. Ja, het rijden is echt, nou ja, totaal anders dan bij die Mercedes. En het is allemaal wat wiebeliger. Het is natuurlijk een auto met voorwielaandrijving. Je voelt die aandrijflijn een beetje meer. Oké, hij heeft 180.000 gelopen. Dus er zal een beetje ruimte op de rubber zitten. Waardoor je het allemaal wat meer voelt. Maar ja, het voelt allemaal een beetje wollig aan. Een beetje waggelig. Indirect. De besturing biedt ook nauwelijks gevoel. Ook hier gaat het schakelen een beetje gevoelloos en rubberachtig. Maar
Ja, de rijbeleving in deze auto is totaal anders. Gewoon rechtuit rijden, prima. Maar ja, zodra het een beetje begint te hobbelen of te wiebelen of je moet sturen. En ook bij het optrekken, ja, dan voel je die motor dus wat kantelen. En je voelt alles gewoon een beetje meer, die hele aandrijflijn, die hele voortrein, gewoon een beetje meer bewegen dan in die Mercedes. Daar lijkt alles gewoon, ja, uit één brok graniet gehouden. In deze auto, ja, dus gewoon wat wolliger, indirecter. Wel een lekkere reisauto. De stoelen zijn echt fantastisch. En daar is het Volvo ook wel bekend om. En ook qua bediening, ergonomie, zit het allemaal heel goed in elkaar. Mooie, grote, overzichtelijke knoppen. Er zit hier weliswaar niet een originele fabriekradio in. Maar verder, ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt, is hier wel aan boord. Dit zijn natuurlijk gezinsauto's, zo'n stationcar, dus ik ben wel even benieuwd hoe het achterin zit. Ik heb mijn stoel nu op mijn eigen lengte ingesteld en ik moet zeggen, dat valt me eigenlijk een beetje tegen. Er zijn tegenwoordig C-segment auto's die ruimer zijn dan deze V70. Ja, je ziet het eigenlijk al aan de buitenkant. Die Volvo is natuurlijk iets vierkanter qua ontwerp. En het vertaalt zich terug in een tikkeltje ruimere kofferbak. Ja, hoewel de hoogte hier valt een beetje tegen, maar... Hij heeft toch in deze vorm al 485 liter. En gooi je de hele boel plat, dan heb je, ja, meer dan 1600 liter. Dus daar zie je toch wel dat dit de grotere auto is van de twee. Nou, eens even kijken hoe het bij deze C-klasse zit. Want ja, hij is een maatje kleiner qua carrosserielengte dan de Volvo. Toch hebben ze de binnenruimte nog redelijk goed weten te gebruiken. Ik kan hier ook net zitten. Zij dat ik ook hier met mijn knieën tegen de stoel aan zit. Maar ze hebben hier een beetje van die... uitsparingen gemaakt voor de benen, dus het wil net. Ja, je zal toch een beetje meer zo moeten gaan zitten om wat ruimte te creëren. En dan wordt het met drie personen hier op de achterbank wel erg krap. Goed, hier achterin is het allemaal net te doen. We gaan even naar de kofferruimte kijken. Hij heeft natuurlijk een beetje een coupé-achtige achterkant, deze C-combi. Nou, valt op zich met deze kofferruimte nog wel mee. De inhoud is... tikkeltje kleiner dan die van de Volvo, maar heel veel scheelt het niet. Het echte verschil zie je pas als je de bank echt helemaal plat gooit. Dan is de Volvo echt een stuk groter, maar dat kan ook niet anders. Die auto is 20 centimeter langer dan deze. Nou, deze Volvo V70 en de Mercedes-Benz C-klasse zijn auto's die in ieder geval qua karakter behoorlijk verschillen. Die auto, ja, rijdt echt gewoon beter dan deze Volvo. De Volvo, ja, heeft natuurlijk een wat vriendelijker, sympathiekere uitstraling. Alleen de rij-eigenschappen zou ik persoonlijk nogal aan gaan ergeren. Gewoon dat zwabberige, gevoelloze. Maar die Mercedes is gewoon, ja, net even wat venijniger. Stuurt ook gewoon wat beter. Gaat wat lekkerder de bocht door. Voelt heel solide aan. Fijne auto. Het enige wat je die auto zou kunnen tegenwerpen, in dit geval vind ik dan, is de roest. En dat is niet exemplarisch, want daar hebben ze bijna allemaal wel last van. Maar goed, daar is de prijs in dit geval ook naar. Die auto is gewoon, die kost nog geen 4000 euro. Dat is op zich een nette prijs. Ook niet zo'n idioot hoge kilometerstand. Ja, dus qua rij-eigenschappen en ook qua motor zou ik toch voor de Mercedes-Benz kiezen.